Robinson Crusoe verlangde als kleine jongen al naar grote avonturen. Maar hij moest natuurlijk braaf naar school. Zijn vader wilde dat hij rechten zou studeren. Daar kwam niet zoveel van terecht. Hij ging werken op een saai kantoor. 'S Avonds liep hij langs de haven en keek naar de grote zeilboten die af en aan voeren. Hé, hallo, Robinson Crusoe. Ik heb jou een tijd niet gezien. Waar zat je toch? Hé, William. Waar ik zat, ik werk op een kantoor. Op een kantoor? Wat is daar nou aan? Waarom ga je niet varen? Varen, ja. Dat zou ik best willen. Maar wie wil mij nou meenemen? Nou, misschien kun je met ons mee. Mijn vader is kapitein van deze driemaster. We staan op het punt om naar Brazilië te gaan. Hé, hey, vader! Vader! Hoi! Wat is er los? Zeg, mag Robinson niet mee met ons naar Brazilië? Hij heeft nog nooit gevaren. Ik kan wel een dekswabber gebruiken, hè? Een dekswabber? Wat is dat? Dat is een matroos die het dek schoonhoudt. Maar vinden je vader en moeder dat wel goed? Oh, ja hoor. Anders vertel ik het ze wel even. Als er tijd voor is, we vertrekken over 5 minuten. Oh nee, dat haal ik niet. Ze wonen aan de andere kant van de stad. Nou ja, dan schrijf ik ze wel onderweg. Ja, dat moet je zelf maar zien. Hoi, inschepen. Licht het anker. Hijs de zeilen. Tros los. En daar gingen ze. Ze voeren door het kanaal en kwamen in de Atlantische Oceaan terecht. Het weer was schitterend. Een koele bries speelde tussen de bramzeilen en de fok, terwijl de koperkleurige zon spiegelde in de blauwgroene golven. Robinson Crusoe was vaak op het achterdek en keek dan naar de brede baan van schuimbellen die het schip achter zich liet. Zo gingen vele weken voorbij. Toen trok de lucht samen tot een inktzwarte deken. Het schip lag stil met de zeilen slap en een bemanning die hapte naar adem. Daar raasden de eerste loodzware wolken al over de kleine schoener. Een hevige donderslag vormde het begin van een vreselijke storm. De wind vloot gierend door het wand. Het grootzeil scheurde in 1 tel aan flarden. Heef de zeilen! Kapitein! Kapitein! De lading gaat schuiven! Laat me schuiven! Er zit een lek aan het vooronder. Ahoy! Alle belanden pompen! De storm werd nu een echte orkaan. De bezaansmast stond te zwiepen als een strohalm. Windkracht 14! Snelheid 40 knopen! We gaan te hard! Allee! Kap de grote mast! Ahoy! Vader! Vader! Het roer is stuk geslagen. Moeten we geen noodsignaal geven? Ahoy! Vuur het kanon af! Kapitein! We houden het niet! Het grote ruim staat helemaal blank en het water stroomt daar binnen door een gat zo groot als een huis. Alle donders! Alle hens op dek! Strijk de reddingssloep! Verlaat het schip! Vrouw en kinderen eerst! Maar er zijn toch geen vrouwen en kinderen? Stil, dat hoort zo! De driemaster werd door de woeste golven telkens hoog opgetild en daarna met een verschrikkelijke smak weer neergesmeten. De houten spanten kraakten erbarmelijk. Plotseling brak het schip in tweeën. Er was geen tijd meer om in de reddingsboot te klimmen. Robinson nam een duik en zwom naar een stuk wrakhout. Wanhopig klemde hij zich vast. Daarna verloor hij het bewustzijn. Toen Robinson Crusoe weer bijkwam, knipperde hij verbaasd met zijn ogen. Hij lag op een helder wit strand met wuivende palmen. De zee was zo glad als een spiegel.
En in de verte zag hij de achterkant van het schip nog net boven water steken. Hij had het avontuur dus overleefd. Waar zijn de anderen? Zou ze ook hier zijn aangespoeld? En waar ben ik? In Amerika? Op de Caribische eilanden? Hij had er geen flauw idee van. Hij kwam moeizaam overeind en liep naar een kleine heuvel. Geen mens te bekennen. Maar misschien woont er helemaal niemand. Misschien zijn er alleen maar wilde dieren, tijgers of leeuwen of slangen. Alles is mogelijk. Ik moet iets hebben om me te verdedigen. Een knuppel of een grote stok. En drinkwater moet ik ook hebben, want zonder water kun je niet leven. En vuur en dekens en potten en pannen en een schop. Dat red ik nooit. Ik heb helemaal niks. Wat moet ik in godsnaam beginnen? Help! Help! Robinson Crusoe raakte volkomen in de war. 1000 gedachten schoten door zijn hoofd. Hoe moest hij in leven blijven? Hij stond te klappertanden van de kou, maar hij was te moe om een vuur te gaan maken. Met zijn laatste krachten wist hij in een boom te klimmen. Daar was hij voorlopig veilig tegen wilde dieren. Uitgeput viel hij in slaap. De volgende morgen voelde hij zich een stuk beter. Daar ligt nog steeds de achterhelft van het schip. Daar kan ik alles vinden wat ik nodig heb. Maar hoe kom ik daar? Robinson liep vertwijfeld langs het strand. Vond ik maar een boomstam of een dikke balk die ik als roeiboot kan gebruiken, maar daar ligt niks. Plotseling zag hij op zee een stipje dat heel langzaam naar hem toe dobberde. Het werd al groter en groter. Dat is de reddingssloep. Zou er iemand in liggen? Misschien een gewonde matroos of William. Of misschien de kapitein. Stel dat er nog overlevenden zijn, dan ben ik niet langer alleen. De reddingssloep was nu vlakbij. Robinson boog zich over de rand en keek recht in het verwrongen gezicht van de kapitein. Een sliert zeewier hing uit zijn mond. De kapitein was dood. Robinson gaf een schreeuw van teleurstelling. Er zat niets anders op dan de kapitein te begraven. Hij sjorde het stijve lichaam uit de boot en omdat hij geen schop had, bedekte hij de kapitein met een dikke laag zand en stenen. Daarna klom hij in de sloep en roeide naar het schip. De zon stond nu hoog aan de hemel en brandde heet in zijn nek. Waarschijnlijk bevond hij zich in de buurt van de Evenaar. Na een half uur roeien bereikte hij het schip. Tenminste wat er nog van over was. Het dek helde schuin over en zonder moeite klom hij aan boord. Oei, wat een troep is het hier. Daar is de kombuis. Zo, hier. Kijk eens, een vat rum. En daar... Een paar blikken scheepsbeschuit in. En gedroogd vlees, geweldig. En graan en zout. Hé, een vat kruid, dat kan me nog wel eens van pas komen. Een ander deksel, zo krijg ik dat allemaal aan land. Wacht, dat dekluik. Daar kan ik wel een vlot van maken. En dan kan ik alle spullen daar opladen. Het is wel een karwei, maar ja, ik heb alle tijd. Robinson Crusoe maakt een groot vlot... Laadde het vol met bruikbare spullen, maakte het aan zijn sloep vast en roeide naar het strand. Opeens hoorde hij blaffen. Hé, wat krijgen we nou? De scheepshond. Bobby, de scheepshond leeft nog. Stil maar, ouwe jongen, ik kom eraan. Ja, rustig maar. God, wat ben ik blij dat jij nog leeft. Ja, jij zult ook wel honger hebben, net als ik. Robinson haalde de hond uit de half-ondergelopen kajuit en nam het trillende dier op schoot. Ondertussen roeide hij opnieuw naar het strand. 6 tochten maakte hij. Toen was het schip leeg. Ondertussen was er een harde wind op komen zetten. Robinson maakte van zeildoek zo goed en zo kwaad als het kon een tent om er te schuilen voor de naderende bui.
Daarna viel hij in slaap. De storm duurde 6 dagen. Toen brak de zon door en Robinson kroop uit zijn tent om de schade te bekijken. Overal liggen de spullen in het rond gewaaid. Maar 1 ding is duidelijk. Voor alles moet ik zorgen voor een stevige, droge woning. Maar waar zal ik die bouwen? Hij keek scherp in het rond en zag opeens dat het schip volkomen was verdwenen. Het had de tweede storm niet meer overleefd. Robinson besloot om het land maar eens te gaan verkennen. In de verte zag hij een berg die boven alle andere heuvels uitstak. Hij nam een van de geweren die hij op het schip gevonden had over zijn schouder en trok erop uit. Tegen de middag bereikte hij de top van de berg. Ik ben er. Wat een uitzicht. Ik zie alleen maar zee. En aan die kant ook. En daar ook. Ik zit op een eiland. Allemachtig. Een onbewoond eiland. Ik ben dus helemaal alleen. Robinson moest er even bij gaan zitten. Hij was werkelijk alleen. Voortaan zal ik overal zelf voor moeten zorgen. Niemand kan mij ergens mee helpen. Nadat hij hierover een tijdje had zitten peinzen, zag hij aan de voet van een rots een kleine baai, waarin een helder bergstroompje uitkwam, met heerlijk fris drinkwater. Hij zag ook een stukje groen grasland dat doorliep tot aan zee. Dat leek hem een schitterende plek om een huis te bouwen. Daar had hij de rotswand achter zich en kon niemand hem in de rug aanvallen. Gelukkig had hij nog geen wilde dieren gezien, maar je kon nooit weten. Op de terugweg schoot hij een haas, zodat hij tenminste wat te eten had. Toen hij op het strand terug was, zette hij een stevige houten paal in de grond en sneed met zijn zakmes de volgende woorden erin. Hier landde Robinson Crusoe op 30 september 1648. Hij was van plan elke dag een krasje in de paal te maken en zondags een diepere inkeping, zodat hij een soort kalender had. Daarna begon hij alle spullen naar de kleine baai te slepen. Een week lang was hij hiermee bezig. Toen kon hij eindelijk aan zijn huis beginnen. Eerst kapte hij een groot aantal bomen. Daarvan maakte hij een stevige schutting die in een halve boog van de ene rotswand naar de andere liep. In de rotswand was een klein hol. Hij groef dit hol groter en maakte een aantal planken tegen de wand waarop hij van alles kon neerzetten. Daarna groef hij nog een lange tunnel die hij als nooduitgang kon gebruiken. Voor het hol bouwde hij van boomstammen en zeildoek een afdak, een keuken, een schuur en een slaapkamer met een hangmat erin. Het is een prachtig kamp geworden. Jammer eigenlijk dat niemand het kan zien. Tussen al dit werk door maakte hij dagelijks een verkenningstocht over het eiland. Nu en dan schoot hij een bok, dan weer een haas of een konijn, die hij braadde boven een groot vuur. Zo gingen de jaren voorbij. Maar op een van die tochten gebeurde er iets dat Robinson geweldig deed schrikken. Allemachtig, wat is dat? Nee, dat kan niet. Een voetstap in het zand. Een mensenvoet. Er moet hier dus nog iemand zijn, grote genade. Er is nog een mens. Maar wat voor een? Een vriend of een vijand, een Europeaan of een wilde? Misschien wel een menseneter. In paniek rende hij terug naar zijn kamp en laadde zijn geweer. Dagenlang durfde hij zijn hol niet uit.
Toen gebeurde er weer iets. Help! De wereld vergaat! Een aardbeving op mijn huis! Mijn huis! Help! Help! De beving duurde maar een paar minuten, maar toch was het eiland in een puinhoop veranderd. Overal lagen zware bomen die als lucifertjes waren afgeknapt. Grote rotsblokken lagen slordig in het rond geslingerd. Van mijn huis is niet veel meer over. Het werk van jaren in één klap vernietigd. Gelukkig liggen mijn kostbare spullen en voorraden in het rotshol opgeslagen en die zijn gespaard. Buiten moet alles opnieuw opgebouwd worden. Dat kost weer jaren. Maar ik heb tijd genoeg. Tot zijn verbazing zag Robinson op een goede dag tarwe opkomen. Opeens herinnerde hij zich dat hij wat graankorrels had weggegooid. Dolblij begon hij nu een korenveld aan te leggen. Voortaan kon hij zijn eigen brood bakken. Zo bleef hij druk bezig. Hij fokte een kudde geiten, maakte van de huiden zelf kleren en vond ook een papegaai die hij leerde spreken. Ondertussen hield hij een dagboek bij. Toen vond hij dat hij nodig aan vakantie toe was. Aan de andere kant van het eiland bouwde hij van bamboe een prachtig tweede huis. Tja, hij had het eigenlijk best naar zijn zin. Toen gebeurde er iets dat alles in de war zou schoppen. Er zijn hier mensen geweest. En wat is dat? Een soepketel. En nog meer beenderen en stukken vlees. Maar dat moeten menseneters geweest zijn. Wat afschuwelijk. Dat houtskool is nog warm. Ze moeten dus nog vlak in de buurt zijn. Allemachtig, daar komt een kano aan vol met wilde. Ik moet maken dat ik wegkom. Schuilplaats zag Robinson de grote kano aan land gaan. Er stapten 10, 20 kerels uit. Woeste mannen waren het, met beschilderde koppen en tijgerklauwen om hun nek. Er werden 2 mensen uit de kano gesleept. Die zouden vast en zeker worden opgegeten. 1 van de 2 werd met een knuppel neergeslagen. De andere man stond angstig toe te kijken hoe een groot vuur werd aangelegd. De menseneters dansten als bezetenen in het rond, terwijl ze luid op trommels sloegen. Plotseling nam de gevangene een sprong en ging er vandoor. Hij kwam recht op de schuilplaats van Robinson Crusoe af. Robinson dook in elkaar. De vluchteling schoot rakelings langs hem en sprong in het water. Razendsnel zwom hij naar de overkant van de baai en verborg zich achter een rotsblok. De kannibalen zetten een wilde achtervolging in, maar na een uur gaven ze het op. Ze liepen terug naar het strand, aten de andere gevangenen op, deden nog een slappe krijgsdans en verdwenen met hun kano.
Robinson zag dat de ontsnapte gevangene voorzichtig tevoorschijn kwam. En dadelijk liep hij naar hem toe. Hallo, hallo, jij daar, kom eens hier. Oei. Hé, hey, niet weglopen, stop, stop. Oei, oei, oei. Sta stil of ik schiet. Oei, 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 oei. Ja, maar dat was maar een waarschuwingsschot. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben een vriend. Amigo. Aki bongo tongo. Bale bale boli. De wilde sprak een onverstaanbare taal. En het duurde maanden voordat Robinson Crusoe hem wat Engels had bijgebracht. Robinson noemde de man Vrijdag, want hij had hem op een vrijdag leren kennen. Vrijdag was erg leergierig en hij leerde niet alleen Engels spreken, maar hij leerde ook de geiten te melken, de akker om te ploegen, kleren te naaien en allerlei andere dingen. Ze konden het best met elkaar vinden. Maar toch wilde Vrijdag graag naar zijn eigen stam terug. Robinson beloofde dat ze samen een boot zouden bouwen om daarmee naar het vasteland te varen. Terwijl ze daarmee bezig waren, naderde een groot zeilschip vanuit het noorden. Door zijn verrekijker zag Robinson hoe een sloep gestreken werd. En 11 mannen naar het eiland roeiden. 3 van de mannen waren geboeid. Wat zou dat betekenen? Robinson. Robinson, mij ook zien veel blanke mannen. Mij denk, zij gaan gevangenen opeten. Opeten? Wel nee, Vrijdag. Engelsen eten geen mensen. Misschien zijn grote honger. Misschien zijn voor de verandering wel mensen opeten. Lekker. Onzin. Laten we dichterbij sluipen en kijken wat ze van plan zijn. Behoedzaam kropen ze tussen de lage varens door tot ze vlak bij de plek waren. De gevangenen lagen in de schaduw van een boom aan handen en voeten gebonden. De zeelieden praten Engels. Het waren dus landgenoten. Maar waren het vrienden of vijanden? Robinson kroop nog iets dichterbij tot hij vlak achter een van de gevangenen lag. Hé, hey. Psst. Hallo. Wie bent u? Huh? Wat? Wie is daar? Shh. Ik zit in de struiken vlak achter u. Misschien kan ik u bevrijden. Wie bent u? Ik ben de kapitein van het schip daar. Shh. En die andere twee hier zijn mijn eerste en tweede stuurman. De bemanningen zijn het muiten geslagen. Ze hebben het schip in handen gekregen. En nou willen ze ons op dit eenzame eiland achterlaten. Maar wie bent u? Mijn naam is Robinson Crusoe. 28 jaar geleden ben ik hier aangespoeld, maar het is me gelukt om in leven te blijven. Misschien kan ik u helpen. Vannacht zullen mijn vriend Vrijdag en ik terugkomen met een stel geweren. Dan zal ik u losmaken. En misschien kunnen wij dan de andere kerels bij verrassing overvallen. Dit was een uitstekend plan. En het ging precies zoals Robinson verwacht had. Zodra het donker genoeg was, sloop hij naar de open plek. De muiters zaten nietsvermoedend bij het vuur. Sommigen waren stom dronken van de whisky. Robinson wist vlak bij de gevangenen te komen. Sneed vlug de touwen door en gaf ze alle 3 een geweer. Plotseling stortten ze zich onder luid gebrul op de volkomen verraste muiters. De aanval kwam zo onverwacht dat de mannen niet eens de tijd kregen om hun geweren te pakken. Snel werden ze bij elkaar gedreven en ontwapend. De kapitein nam onmiddellijk het gezag in handen. Zo, mannen, de rollen zijn omgekeerd. Als jullie precies doen wat ik zeg, zal ik genade voor recht laten gelden. Ik stel voor dat wij geruisloos naar mijn schip toe roeien, de wacht overvallen, de rest van de bemanning in de boeien slaan en het schip veilig naar Engeland terugbrengen. Dan moet de rechter maar uitmaken wat er met jullie gaat gebeuren. Wie het hier niet mee eens is, kan op het eiland achterblijven. Nou, daar voelde natuurlijk niemand wat voor. Onder de beschutting van het duister
roeiden ze naar de grote barkas die als een spookachtige schaduw uit de zee oprees. Vanuit de kajuit klonk ruw gezang en gerinkel van glas. Nu en dan werd er een lege fles naar buiten gegooid. De bemanning deed zich kennelijk te goed aan de voorraad whisky en rum. Dat maakte het wel zo gemakkelijk. Langs de houten romp van het schip slingerde een touwladder heen en weer. De kapitein klom als eerste aan boord, gevolgd door de muiters en de twee andere gevangenen. Robinson sloot de rij. Vrijdag hield de wacht in de sloep. Het kostte hem de grootste moeite om Bobby de scheepshond stil te houden. Er stond niemand op wacht. De kapitein bromde verachtelijk in zijn baard. Boah, dat noemen ze zeelui. Kijk eens wat een troep ze van een mooie schuit hebben gemaakt. Toen stormden ze de kajuit binnen. De kapers keken of ze een geest zagen verschijnen. In minder dan geen tijd waren ze in de boeien geslagen. De kapitein was een man van weinig woorden. Alle hens aan dek. Klaarmaken voor de aftocht. Aan het werk, jullie. Kapitein, ik heb nog één verzoek. En dat is? Ik zou nog graag één dag op het eiland willen doorbrengen. Waarom? Ik heb hier 28 jaar van mijn leven doorgebracht. Ik zou nog graag afscheid willen nemen van al mijn dierbare plekjes. Mijn huis, mijn hangmat. Al die dingen die ik met mijn blote handen heb gemaakt. Ja, nou ja, ik kan me wel voorstellen. En zo gebeurde het. Robinson Crusoe nam voor het laatst afscheid van al die kostbare plekjes. En er schoot een brok in zijn keel toen hij alles nog eens overzag. Toen draaide hij zich om en roeide samen met Vrijdag naar het grote schip. De zeilen werden gehesen en Robinson stond nog lang aan de reling met vochtige ogen en een vreemde ontroering in zijn borst. Als een kleine stip verdween het eiland aan de horizon. Zijn eiland. Op 11 juni 1677 stapte Robinson Crusoe aan wal. Zijn ouders leefden nog en waren dolblij om hem weer terug te zien. Robinson wachtte nog één grote taak. Zijn dagboek te bewerken tot een spannend verhaal. En dat dat ook gebeurd is, dat hebben jullie zelf kunnen horen.